Het Bureau voor Openbare Gezondheidszorg, BOG, slaat officieel dengue-alarm. Dit is vanmiddag op een persconferentie bekendgemaakt. Tot dit moment zijn er 26 positieve gevallen van dengue geregistreerd. Dengue, ook wel knokkelkoorts genoemd, wordt veroorzaakt door het dengue-virus dat overgedragen wordt door de dengue-muskiet. Dit zegt internist Dion Gayadin. De knokkelkoorts veroorzaakt vaak geen symptomen bij patiënten, maar kan heel gevaarlijk zijn, benadrukt Gayadin. Er is nog geen vaccin en geen medicijn voor dengue. Het beste is om dengue te voorkomen door de broedplaatsen op te ruimen en watervoorraden af te dekken. Verder is het belangrijk om niet geprikt te worden door muskieten, zegt Gayadin. 3/4 van de mensen die geïnfecteerd raken door het dengue-virus hebben geen klachten en lopen gewoon gezond rond. Er is een klein deel die dus wel klachten daarbij ontwikkelt. En dat zijn dus allemaal patiënten met koorts of koude rillingen, hoofdpijn, pijn achter de oogbollen, misselijkheid en braken, lichaamspijn, pijn in de rug, in de spieren, in de gewrichten, huiduitslag met daarbij ook nog jeuk. En sommigen krijgen ook gewoon blauw-paarse vlekjes over het lichaam. Nou, wat moet je doen als je dengue hebt? Er zijn een paar belangrijke dingen. Als je eenmaal deze klachten ontwikkelt, ga naar je huisarts. Laat die je alvast wat extra instructies geven. John Codrington, hoofd van het laboratorium van het AZP, zegt dat er in 2019 ruim 300 personen zijn getest op het dengue-virus. Geen van die testen was positief. En in de 3 weken van 2020 zijn er al 26 gevallen positief getest, zegt Codrington. U hoort ook Stephanie Sheukalam, waarnemend hoofd van Milieuinspectie. Ze zegt dat de belangrijkste factor in deze kwestie de dengue-muskiet is. En die is eenmaal 24 uur actief. In 2020 hebben we in 1 maand, dus binnen een maand, in 3 weken tijd, hebben we 272 aanvragen gehad. En het is nu nog steeds klimmende. Dus ik kan u aangeven dat we, precies zoals de telefoonrader dat ook aangeeft, dat we in 1 maand tijd hetzelfde zien als wat we over 2019 hebben gezien. Daarnaast hebben we dus nogmaals, zoals ik zeg, kunnen bevestigen dat het gaat om dengue. Dat is 100% zeker dat we dat kunnen bevestigen. En daarom blijven wij steeds daarop de nadruk leggen. Als je die broedplaats verwijdert, onderbreek je die levenscyclus van de muskiet. En dan heb je zo minder kans op transmissie van virussen. Daarnaast heb je biologische bestrijding. Dat kan door middel van een larvicide. Dat gebruiken wij ook bij onze interventies. Maar daarnaast, vooral als er mensen thuis zijn met vijvers of stilstaand water dat niet wordt gebruikt voor consumptie, kan je er altijd vissen in doen die de larven opeten, waardoor je toch nog de broeding van de muskieten tegengaat. En als derde, eigenlijk de minst gewenste methode, is de chemische methode. En dat is dus door middel van bespuiting met insecticide. Dat was Stephanie Sheukalam, waarnemend hoofd van de afdeling Milieuinspectie. En daarvoor John Codrington, hoofd van het laboratorium van het AZP. Ze hebben vanmiddag officieel het dengue-alarm geslagen.